Afgelopen zondag kwam Tom Hiarie bij SC Cambuur als invaller in het veld voor Martijn van der Laan. Hiarie is de tweede seizoenshelft door FC Groningen uitgeleend aan Cambuur. Zo stond de Groningen voor het eerst sinds eind september weer op het veld van Euroborg, deze keer in een ander shirt. Eerlijk gezegd best een vreemd gevoel. Als je 8 jaar gewoon aan de andere kant hebt gestaan. En als je hier dan binnenkomt, dan ga je naar de andere kleedkamer. Is toch best apart, ja. Dan kom je oude bekenden tegen. Hoe is dat dan? Ja, dat is leuk. Het is leuk om iedereen weer te zien. Natuurlijk, ik ken sommige jongens goed en lange tijd mee gespeeld. Het is altijd leuk om die terug te zien. Hiarie was een paar seizoenen geleden al eens verhuurd aan FC Emmen. Nu komt hij dus voor de rest van dit seizoen op huurbasis uit voor SC Cambuur. Ik had wat contact met Henk de Jong. Goed, van de een komt de ander. Ik dacht dat ik daar meer kans tot speeltijd had dan hier. Ja. Dus ja, dan ga je dat overwegen en dan is de keuze gemaakt. Hiarie heeft tot nu toe nog niet veel gespeeld bij Cambuur. Hij moet zijn plek in het elftal nog zien te vinden. Ja, denk ik wel. Ik had een wedstrijdje gespeeld tegen AZ, ging wat minder. Toen kwam ik ernaast staan en vandaag weer wat speelminuten gemaakt. Dus ik hoop vanaf nu af aan dat we de knop om kunnen zetten, dat ik alles ga spelen. Hiarie speelt bij Cambuur als rechtsback, terwijl hij bij FC Groningen vooral als middenvelder in actie kwam. Hij heeft er geen moeite mee om op een andere positie te spelen. Ik kan er spelen, ik ben eigenlijk middenvelder. Maar goed, daar heb ik zelf voor gekozen en ik moet me daar ook gewoon laten zien. Wat is nou jouw doel voor de rest van het seizoen? Zoveel mogelijk spelen, voor mezelf. En natuurlijk het grootste doel is met Cambuur in de Eredivisie blijven. Dat geloven ze wel? Ja, dat geloven ze wel. Ze staan 6 puntjes achter volgens mij, dus moet nog wel even aan de bak. Ja. Kijk je dan al terug op deze wedstrijd? Ja, het is toch een aparte wedstrijd. Ik kijk ook veel naar Groningen en ook veel naar Cambuur. Ik denk dat wij als met Cambuur slecht zijn begonnen. Of slecht zijn begonnen in de eerste helft. Een beetje timide, een beetje afwachtend. De tweede helft kwam het wel wat beter uit. Maar goed, als je dan 1-0, 2-0 achter staat, ja, dan is het lastig om weer terug te komen.